Goedenavond en fijne woensdag is het vandaag. Ik had zoals beloofd, zou ik nog even bij jullie live komen om nog wat tips te delen hoe je dat nou doet als je heel druk bent met van alles. Want het is november, Sinterklaas komt eraan, kerst komt eraan. Dus hoe zorg je nou dat je ondanks alle drukte toch goed op jezelf blijft letten en ook echt tijd inruimt voor jezelf. Nou, een van de dingen die ik je wil adviseren, en dat is één ding waar ik zelf altijd weer intrap, is bij alles wat je aan het doen bent, misschien wel bij alles wat je op je to-do-lijst hebt, en dan bedoel ik niet de drie dingen, hè, waar je je op focust op een dag, maar gewoon je lange to-do-lijst, vraag jezelf nou eens af, is het echt zo belangrijk en moet het echt nu? En ik merk dat degene die de moeilijkste deadlines voor zichzelf oplegt, ben ik. Dus om een voorbeeld te geven waar ik achter kwam, is ik ben verhuisd en daar hoort allerlei administratie bij. En eigenlijk zat dat heel de tijd in mijn hoofd van ik moet nog, ik moet nog, ik moet nog. En dat wilde ik al, nou ja, wat is het, 2 weken geleden of zo, klaar hebben en dat lukte me gewoon niet, omdat er allerlei andere dingen speelden die ik moest doen. En toen heb ik het gisteren heel snel allemaal opgelost en toen dacht ik, waar heb ik me nou zo druk over zitten maken? Want er was helemaal geen spoed. Alleen ik vond het dan nodig dat het snel zou gebeuren en daarom zat het alsmaar in mijn hoofd van ik moet dat nog doen, ik moet dat nog doen. Maar doordat je dat dan in je hoofd hebt, krijg je meer stress. En meer stress zorgt ervoor dat je minder goed voor jezelf zorgt. Dus mijn eerste tip is, ga nou eens na de deadlines die bij jou opgelegd zijn, bij de dingen die je nog wilt doen of nog moet doen, zijn die reëel? Zijn dat geen deadlines die jij jezelf hebt opgelegd? Of zijn dat dingen waarvan je denkt, nou, die kan ik ook wel even verschuiven? En als je ze aan het bekijken bent, vraag je dan ook echt af, moet jij dat doen of is er iemand anders die dat kan doen? En zeg niet te snel, ja dat moet ik doen. Eigenlijk zeg ik altijd tegen al mijn klanten, stel jezelf 5 keer de vraag, moet ik dat doen? Iedere keer de klemtoon ergens verleggen, moet ik dat doen? Moet ik dat doen en moet ik, hi Maaike, leuk dat je er bent. Dat doen. Nou, en zo ga je verder totdat je echt constant zegt, ja, dat moet ik doen. En laten we eerlijk zijn, heel vaak hebben we moeite om hulp te vragen, maar dat kan je zo ontzettend helpen. Ook juist in deze drukke tijd. Dus check de deadline en check, moet jij het doen. En een andere tip, die ik met jullie wilde delen, en dat kwam, dat is dan eigenlijk een hele andere, maar dat vind ik zelf wel heel leuk. Ik merkte dat vandaag zat ik dus te werken in een coffeeshop, omdat ik nog steeds geen wifi heb. En mijn hemel, ik had echt een hele slechte coffeeshop uitgekozen, want volgens mij was het borstvoedingscafé nummer 1. Helemaal niks mis mee, maar baby's huilen ook best heel veel als ze honger hebben, zeg maar. En als jij daar dan probeert te werken, dan zitten allemaal hongerige baby's om je heen. Dat helpt niet echt qua concentratie. En sowieso, ik weet niet hoe dat kan, maar ik zit ook altijd bij zo'n espresso-apparaat, wat ook zo'n herrie maakt. Ja, ik heb daar heel veel last van. Nou, ik neem aan dat als jij aan het werk bent, dat je dat vaak in een rustige omgeving doet. Maar wat ik heb gemerkt, is dat het enorm goed werkt als je met je oordopjes in een muziekje speelt. En ik had daar altijd moeite mee, want ik had die tip vaker gehoord. En ik dacht, ja, wat voor muziekje dan? Dat werkt helemaal niet voor mij. Maar wat voor mij heel goed werkt, en dat ga ik straks met jullie in onder in de comments even delen, zijn een aantal alfa-golven die echt, zeg maar, je hersencellen activeren om in actiestand te komen. En nou, je kunt dat zelf ook even opzoeken op YouTube. En dat is zalig. Dat is echt, het zijn een soort muziek. En daardoor ga je gewoon echt
als een gekko, super geconcentreerd, helemaal als je dan je telefoon uit kunt zetten. Nou ja, als je dat doet, heb je daarna nog meer tijd voor jezelf. En ik moet zeggen, waarom deel ik dat? Ik voel me daar heel lekker bij. Dus het is niet zozeer voor mij echt... Tuurlijk is dat fijn, hè, dat ik er sneller van werk of productiever van word. Maar ik doe het vooral omdat ik me er zo lekker bij voel. Omdat ik echt denk, wauw. Dat waren mijn tips voor vanavond. Ik kijk er naar uit om te horen wat voor tip jij hebt. Want ik wil heel graag weten, wat doe jij nou om in deze drukke periode te zorgen dat je tijd inbouwt voor jezelf. Deel het en kijk er naar uit om van jou te horen. En dan zie ik jou graag morgen weer terug. Hele fijne avond, slaap lekker en ja, goeienacht.